Nee, please, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Maar ik weet niet wat ik heb, maar ik heb gekke diarree. Wat? Gekke diarree, man, bro. Mijn maag die brobbelt de hele tijd, bro. Moet niet poepen, toch? Nee, niet meer. Oh, heb je een stoelverkoeling? Let's go, man. Maak mijn kont nat. En koud. Nee, koud bedoel ik, niet nat. What the fuck? Maak mijn kont koud, zou ik zeggen. Hoe kan je niet van... Ja, ik weet niet, man. Er zit wel een verschil tussen koud en nat, man, bro. Dat is niet waar. Er is een reden waarom je dit zei. Nee, ik zei... Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Ik zei het omdat mijn kont al nat is. Van de zweet. Ik heb het warm. Mijn kont is nat van het zweet. Dus toen zei ik, maak mijn kont nat. Oh, ja. Dit is nog steeds fout. En luister. Nee, maar... Ja, laten we beginnen. Welkom bij een nieuwe video. Ja, ik weet niet hoe ik deze channel moet noemen. Ik noem het de pinpasroulette. De pinpasroulette, dat is wel een goede naam. Nou, wij gaan vandaag allerlei leuke dingen doen. Eten, drinken, lopen, dingen kopen, noem maar op. En wie gaat het betalen? Dat is de vraag. De medewerker daar in kwestie, die mag kiezen. Wij gaan de pinpassen lekker door elkaar heen, lekker hussen. Hussen, spussen, hoppakee. En dan boom, kiezen maar. Zeg je eerlijk, het zou zo mooi zijn om zeg maar luxe te leven op jouw kosten. Ja, maar andersom denk ik precies hetzelfde. Ja. Ik bedoel, jij hebt alles al. Nee, dat is niet waar. Ja. Nee, dat is niet waar. Het enige wat ik heb is een natte kont. Ja. Voor de rest heb ik helemaal niks. Ik heb niks. Zo, maar, ja, maar wat gaan we als eerst doen eigenlijk? Zo, dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag, hè? We kunnen klein beginnen, gewoon even te proeven. Ja. Even proeven, even voelen. We gaan naar een supermarkt. Supermarkt, oh ja, gewoon richting Rotterdam. Ja, we gaan richting Rotterdam. Naar links. Oké. Supermarktje, zo supermarktje. Links, naar links, naar links, naar links. Wat is rechts? Links! Bro. Je moet naar links! Je gaat naar rechts, waarom ga je naar rechts? Bro, omdat jij doet zo! Jij doet zo met je links. Hand! Links! Jij zegt links en je doet zo! Links? Dan doe je zo met je hand, dan doe je zo! Ik heb een camera in mijn hand! Ja! Ik hoef nog niks te doen met mijn hand. En nu, terug! Terug! Ik ben met QC en we spenden. Niet alleen met heel de benden. Vroeger we renden. Weet je nog toen je me kende? Ik kan niet wachten om jouw geld uit te geven. Ik heb hier zoveel zin in. Hier was mijn eerste date met mijn vrouw. Wat hè? Leuk hè? Boeit niet! We kunnen ook sushi eten. Nu wel gelijk schappen kunnen? Of wil je het gewoon bewaren? Of vanavond? We kunnen ook naar een sushi restaurant gaan. Ja, ik weet niet, dit is gewoon het begin, bro. We hoeven niet gelijk extreem te gaan. Nee, dat is waar. Gewoon even drinken. Even drinken? Even drinken. Zo, maar boy, je neemt wel gelijk het duurste van heel de winkel, bro. Bro, jij neemt twee. Wil je nog een snackie? Snackie? Hi, goeiedag. Hij wil deze even, alsjeblieft, afrekenen. Kan jij van mij alsjeblieft eentje aanwijzen? Deze? Deze. Moet ik betalen? Je knalde hem ook gelijk op. Lekker man. Ging goed? Ja. Toch? Ja, eerst gelijk. Een gratis Red Bull, dat smaakt echt. Hey, jongens, ik kon het verder niet meer goed filmen, want... Nog niet. We gaan niet filmen. Heb je pas ready? Want... Ik heb mijn pas weer ready, hè. We moeten... Wie gaat er betalen? Maar wie gaat er kiezen? Ja, dat is moeilijk. Hey bro, kom eens. Dus wij moeten zeg maar die parking betalen. Ja. Maar we hebben twee pinpassen. Ja. En jij moet een pinpas kiezen. Dus ik zet ze achter mijn rug. Ja, hij moet zeggen links of rechts. Ben je ready? Ja. Oké. Doe maar rechts, bro. Deze. Ja. Oh. Deze pas is. Is? Van. Jou? Nee! Nee! Waarom? Waarom word ik de hele tijd. Wordt dit zo'n dag? Hoezo? Ben ik de hele tijd de lul? Dit is geen goed teken voor de rest van de dag, zeg maar. Nee, dat weet ik dus niet. Het zou kunnen zijn dat jij het lijpste van vandaag moet betalen. Snap je? Waardoor alles recht trekt. Oh, we gaan een auto kopen. Messi, wat ga jij? Ines, ga jij? Oeh, oh, yes! Nee. Dit was wel een movie shot. Ja, dat is een movie shot. Movie shot. Ja. Don't hype me. Ja, dan moet je wel die kant instappen, hè? Oh, moet ik echt rijden? Ja. Kijk hem zitten. Mazda! Ook een rijplezier voor je vrienden. Next stop is een kappertje. Oh shit! Oeh. We need a haircut. Wat dacht je van, ik heb haar nodig. Ik
Ik heb geen haar. Waarom ga jij weer even lekker bij de Turk knippen, hè? Lekker bij de Turk. Ah, daar hebben ze. Hoe neem je? Ga je op de security assen? Ah, ja. Nee, dat zijn we. Oh, nee, wat is dit? Ai, nee. Niet deze ding toch? Oh, ja, man. Oh, nee. Oh, dit is heet. Dit is. Oh. Ağzından nefes alsın. Ağzından nefes alsın söyleyeyim. Bu bir şey bu da. Bravo. İkrak bir panik. De fresh. Fresh. Oh. Kijk dit bro, jongen. Oh, nee, wat is eruit gekomen? Oh, je ziel is eruit. Wat mijn ziel, mijn hersens, alles man. Toen je net al aan het teugen gaat, dacht ik, er komt iets aan. Er komt iets aan. En ik sta heel weinig terug. Warm uit de keuken. Oeh, wat dit? Oeh, wat een shot. Wat dit? Wat een shot. Dit shot ziet er zo gek uit. Ja? Ja. Lekker op een team moet je met een veel te grote hoofd zo. Ken niet dat je zo'n ding hebben voor je neus? Nee. Jawel, voor de vlog man. Kom op man, jawel man. Ik heb net een nieuwe neus gekocht, hè. Als je daar wat in stopt, dan is alles kapot. Moment suprême. Normaal. Le moment suprême. 23 euro. Oké, maar laten we wel, hè. Omdat, hè. We zijn ook vrijgevige jongens, we maken er 40 van. Wat? Yeah. Oh, ja, 17 euro fooi. Oh. Voor deze moet ik mijn tassen uitdoen. Ja. 40 euro. Wow. En 50 cent. Oh, dit nog 50. Oké, okay, ik pak van jou 20. 50 cent. Oké, okay, die gaat kiezen. Kom maar. Kom maar. Hey, ja. Eén pasje, kies eentje. Die? Yes, nee! 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 Heel de dag ben ik! Heel de dag! Heel de dag al vandaag! Jongens, hoe lang roep ik dit op mezelf af? Ik ben ook degene die zegt, mooi, mooi en dan... Maar we zijn nog niet klaar, we zijn nog niet klaar. Maar hoe kan dit? Ik weet niet bro. 3 keer al hè? Ben je klaar voor? Ja, doe maar. Oh, oh. Alsjeblieft. En het is je gegund. Weet gewoon dat zeg maar die grote knaller gaat nog komen en dan komt hij bij mij. Er gaat nog iets fucked up gebeuren. Ik voel het. Ik voel het. We gaan nu nog naar een plekje. Wat aardig wat geld kost. Ja, we gaan even schoenen halen, man. Even schoenen halen. Oh, nee, heb je enig idee? Wat wil je? Ja, ik weet niet waar. We gaan woeien. We gaan woeien. Oh, even woei. Even woei. 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 Ik ben al een beetje aan het zweten, man. Het is wel spannend, zeg maar. Ja? Ik heb eigenlijk geen pata nodig. Ik heb al een frisse pata. Oh, man, jij hebt alles gesponsord. Jij hebt alles... Woei. We zijn er. We zijn er. Goed. Goed. Het is een tactisch spel. Pak die wel. Ga je voor duur of ga je voor normaal? Wat ga jij doen? Ik weet het nog niet best. Hebben jullie ook maat 47, half hier? Oeh. Nee, dankjewel. Oeh, oké. Okay. Of net doen we 2 papa's. Bro, waarom hel jij, bro? Ik ben heel de dag al de lul. Ja, maar met goedkope shit. Vind jij 40 euro voor kappen goedkoop? Ja, maar kom op. 2 voor 2, man. Ja, ja. Oh, het is wel een gekke pata. Dit is een classic. Dit is echt een classic. Dit jaar 30 jaar. Oeh, des. Oeh. 130 euro, getverdamme. Ik heb deze gekozen, jongens. Nike Air Force Hello. Oh, dit zijn de patas. Dit zijn ze. Het begint nu wel spannend te worden. Ja, ik vind het spannend. Ik vind het ook. Wat is de totale prijs? 130. 230. 240. 240. Oh, gadverdamme. Ik moet even mijn tas weer even af doen, man. Gadverdamme. Ik haal vast mijn andere pad en laat ik even. Zeker, pas af, want ik moet dat pas beginnen russen. Ja, jou russen, dat vertrouw ik niet. Nee, bro, kom op, man. Dit zijn 2 kaarten, kom op, hier. Ik blijf russen. Blijven hussen. Wie gaat kiezen? Oh, ja bro, hij gaat kiezen hoor. Ja, hij moet eentje pakken gewoon. Hij moet eentje pakken. En wij mogen niet kijken. Niet kijken. Oké. Jij mag kiezen. Pak er één.
Deze? Dit wordt hem? Nee, nu kijken. Wat staat erop? Jij? Nee! Wat is dat met mijn pas? Waarom is jouw pas? Wat is dit? Hoe kan dat 4 jaar voor elkaar? Hoe kan dit? Sparta, mag ik nog even kijken naar die pata? Laat me die pata nog even kijken. Ja, toch? God damn! Hey, luister nou voor de mensen thuis. Als de reclames in beeld komen, laat ze gewoon staan. Ja, niet die 5 seconden skippen. Gewoon gunnen. Hierna komt er waarschijnlijk een reclame die heb ik een keer ingezet om die pata terug te verdienen. Ja? Laat die reclame gewoon aan. Is dat de bon? Ja, deze ga ik ophangen. Ja, defense. Nee. Oh, defense. Kijk eens jongens, hier hebben we het staan. Oh, dit doet pijn jongens. Bro, dankjewel. En jij ook, dankjewel. Ja, jou, ja, ja. Ik vind wel dat jij nu allebei de tassen mag dragen. Bro, met plezier. Ja. Goeie. Heel leuk, bro. Oh man. Oh nee, bro. Wat gaan we doen? Ja, eten. Wij gaan lekker eten en ik heb honger. Je hebt echt honger, hè? Ik heb echt honger. En waar gaan we eten? Aquaisa. Oh, nee. Ben je nog nooit geweest? Nog nooit geweest. Mijn eerste keer, wat kan ik verwachten? Ah, lekkere sushi. Oh, hebben ze alleen sushi? Ook nog meerdere dingen. Hebben ze ook kreeft? Ja. En maag geknord. Snap ik. Ik heb geldproblemen. Nee, dat heb je niet. Dat heb je niet. Oh man, man, man. Je zit echt als een patroon, bro. Zie hoe comfortabel ik zit. Voel me thuis, man. Nee, maar ik denk dat ik zeg maar zo comfortabel ben omdat ik zeg maar nog niks heb uitgegeven vandaag. Dat denk ik zeker. Maar ik ben zeg maar bang dat als die rekening straks gaat komen, dan ben ik, kan ik de lul zijn. Dit is mijn eerste keer Aqua Asia, dus misschien kan je me even helpen. Wat is het duurste? Oh. Je eerste keer Aqua Asia. Ongelooflijk. Wat is het duurste? Nee, echt maar, eerste keer. Echt waar? Wow, oeh, die wagyu. Van 250 gram. 250 gram. En wat kost 250 gram? 250 gram. En wat is er maar iets goed? Wat is er maar daar binnen? Hij schrok. 250 gram. Hoe groot is die stuk vlees? Heb je die hele koe? Nee. Bro, in Turkije koop je hele koe. Dit is het probleem. Nessim wil dit gewoon bijna gaan doen, omdat hij zo comfortabel is dat ik al heel de dag betaal. Ga je nemen? Ja, ik moet echt even kijken. Ik ga even goed concentreren. Ja, toch? En het is en blijft een tactisch spel. Doe voor mij maar een Japanese wagyu ribeye. Oh, Wat is dat? Ik moet zeggen, die stress die komt nu terug. Waarom? Want ik heb zeg maar best wel rustig besteld. Maar ik weet nog niet of ik spijt heb. Of achteraf zeg maar het beter gaat vinden voor mezelf. Ja. Ik weet het niet. Misschien moet ik betalen. Nou, ik vind het heel spannend. Volgens mij is dit. Oh, lekker. Ready? Lekker? Oh. Ja. Oh, nee. Je hebt zeg maar. Oh, je hebt met je handen gewoon, ja toch? Hè? Ja, lekker man. Die rode is met carpaccio of zo erop. Is het lekker? Ik weet niet waar het is. Maar het is lekker. Wow bro, jij krijgt zo'n een fucking stuk vlees van 125 euro, hè? Ja. Dat is niet normaal. Het is er. Is dit 125 euro? Wow, ik dacht toen ik het op de kaart zag staan, ik denk ik krijg die bom. Steak. Gewoon zo. Ja toch, je denkt Jurassic Park op je bord vol. Ja. T-Bone Rex. Eerst zonder saus. Gewoon alleen het vlees. Het is wel lekker, Pip. Echt? Het is wel lekker. Maar is het 125 euro lekker? Nee, ik vind niks 125 euro. Nee, man, bro. Ik ben net zo blij met de burger van de Lidl. Bro, hij is wel mals. Het is wel iets. Eerlijke mening, ja? Ja. Hij is mals. Ja. Maar ik durf bijna te zeggen, hij is te mals dat het bijna lijkt alsof ik een stuk vet in mijn mond heb. Dat is mijn eerlijke mening. Het voelt niet als. Ik proef geen vlees. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Het lijkt bijna te.
Maar misschien omdat je de prijs weet. Misschien. Het is wel mals. Ik weet niet, man. Nee. Maar dan gewoon die 16 euro steek. Die is ook lekker, toch? Hey, Q. Ja. Kijk eens wat ik hier heb. De rekening. Oh, maar ik wil het niet eens zien. Ik durf ook niet, maar... Ik ben gewoon zenuwachtig. Ik ben ook eens zenuwachtig. Mijn handen zweten. Mijn handen zweten. Oh, nee, please, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Nee. Ja, is het... Wacht even. Zeg maar, is het veel erger dan we normaal? Ja, natuurlijk. Daar ben je er klaar voor. Nee, ik ben er niet klaar voor. Wow, schandalig. 2,78. Is het wat heavy? Ja, voor mij wordt die extra heavy. Ja, maar voor mij ook. Leg hem er maar op. Even hussen. Even hussen. Hoe ziet het? Kijk niet eens, bro. Dit is echt, maar eerlijker kan het niet. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga het op tafel. Ik ben er niet klaar voor. Ik ben er niet klaar voor. Maar zitten we hier neer? Maar wat ga je doen? Hij gaat kiezen. Oké, kies maar. Dit wordt hem. Yes! Yes! Ik wist het. Het kan niet anders, ik wist het. De hele dag niks. Ik wist het. Oh, fuck. Bro, ik zei het toch tegen jou, het ergste is heel de dag betaal jij. Ik wist gewoon bij het ergste moet ik betalen. Is hij betaald? Hij is betaald. Bro, er ging een opluchting door mij heen. Oh, dat wil je niet weten. Het voelde als een revenge gewoon. Ik ga niet met je liegen, bro. Eten was heerlijk. Ja, was het nu opeens wel lekker, hè? Eerst moet je die vlees niet en nu is het opeens wel. Nou, die vlees was het prima waard, hè? Jongens, wat een leven. Wat een leven. Hoe is het mogelijk? Ik ga niet met je liegen. Ah, gaat het goed, Peter. Ik heb toch echt lekker gegeten. Godverdomme, zo'n gore, dieve, dure, kutstuk vlees. Wie verkoopt 125 euro voor een kutsteek, man? Ja, ik vind het zo mooi dat het zo tactisch was dat ik dacht van, het is nu erop of eronder. Of het kon zijn, ik moet alles betalen. Of... Weet je, het is aan het einde van de dag, dan sluiten we natuurlijk gewoon af met Pino. We gaan naar de... Dat is het. Jij moet even de klant even terug. Oh nee. Ik ben er met half uur 200 gram. Zeg even anders dat je komt en dat. Dat hoeven ze niet te weten.